Boerenmans Packaging staat voor de Sustainable Innovator. En de Sustainable Innovator hebben we eigenlijk gevangen in het materiaal verduurzamingsplan dat we samen met de branche ontwikkeld hebben. En dat materiaal verduurzamingsplan is eigenlijk samen te vatten onder vijf headings. We noemen het Rethink Plastics en bestaat uit vijf elementen. Reuse, reduce, recycle, renew en redesign. Nou ja, PAA dat kan een belangrijke grondstof zijn voor mulchfolies die wij zelf produceren. PHA is natuurlijk een fantastische grondstof. Hè? We maken uit rioolslip maak je een nieuwe kunststof. En die kunststof is nog biologisch afbreekbaar ook. Dus die past heel goed binnen de Renew-strategie. En met name binnen land- en tuinbouw zijn die biologisch afbreekbare folies heel erg waardevol. Een biologisch afbreekbare mulchfolie zorgt ervoor dat we minder pesticiden hoeven te gebruiken, minder herbiciden. Je krijgt een schoner productie, je hoeft minder water te gebruiken. En na afloop kun je zo'n folie omploegen en verteert die weer tot water en CO2. Nou ja, we verwachten van waterschappen dat buiten de grotere volumes die nodig zijn dan de kilo die een tijd geleden bij ons geleverd is, dat we daarbij constante goede kwaliteit en een stroom hebben die heel het jaar door leverbaar is in een bepaald volume wat gewenst is. Wat fantastisch zou zijn als wij dadelijk een PAA-korrel kunnen krijgen waarmee wij op grotere schaal onze klanten kunnen leveren, zodat wij samen met onze klanten en de PAA-leverancier een optimale folie kunnen maken die we op grote schaal kunnen inzetten en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving.